Er zijn, ja, ook let op, hè, want er zijn regels in het stemhokje. Ja, sommige dingen zijn heel logisch. Hè. Je mag niet met z'n tweeën een hokje in, natuurlijk. Maar wist je bijvoorbeeld dat je best lippenstift mag gebruiken om het vakje in te kleuren? Dat mag gewoon als het maar een rode lippenstift is. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, die zet even alle regels voor u op een rijtje. Kan ik nog stemmen als ik mijn stempas kwijt ben? Nou, als je er vandaag achter komt dat je je stempas kwijt bent, dan heb je een probleem. Gisteren, dan heb je pech. Ja, gisteren had je nog een nieuwe kunnen krijgen. Maar op de dag zelf is er dan niks meer aan te doen. Dus de volgende keer beter opbergen. Je mag tot 9 uur stemmen. Wat als je dan nog in de rij staat? De stembureaus zijn tot 9 uur open. Maar als je dan al binnen bent en je staat in de rij, dan mag je nog netjes je stem uitbrengen. Mag je stemmen met je eigen potlood? Als er maar een rood potlood is, dan mag het ook met je eigen potlood. Maar de stembureaus hebben echt genoeg rode potloden, dus dat hoeft niet. Ik sta in het hokje. Mag ik vloggen of een stemfie maken tijdens het stemmen? Ja, je mag in het stemhokje een stemfie maken. Een selfie van jezelf en je ingevulde stembiljet. Dat mag. Als je maar geen andere mensen in beeld brengt. Als je echt een vlog wil maken. Dat is natuurlijk inderdaad heel modern om dat te doen. Maar daar moet je echt toestemming vragen van het stembureau. Een stemfie kan dus wel.